even doorlopen, Theo. Thank you.
maakt niet uit, dat kost niks. Ik weet niet of wat er nou gebeurt naar een opgehoord in de sporten. Ik weet niet of die heel lauw wordt. Zo, dames en heren, we zagen de Hibbel, het circuit, het rivier. In eerste instantie erg drankvol, wel wat partner om de bestekken. Alleen nog eigenlijk stond een tikkie drankvol. Dus we zetten op een hoogpunt. Het snel in de naam wachten. In eerste instantie moet ons even wat opwerkzamer en drankvoller zijn. Direct in het stellen. Moet ook wat bier. En dan op het moment dat de lijn erop loopt, ook hier, op wat trek hier heeft aan met papier, een volle en een vaste week. Wat hier alleen wat correcter en direct, nou niet direct, maar tot wat correcter eigenlijk in één fase lossen. En dan moet je zeker drumvol en optimaal in de bewakingsfase blijven. Is nou goed, deurtransport is ook goed, ziet er heel erg correct uit. Dus laat het een oefening. Overbal op de hond vanuit de rugtransport. Hier zou ik graag even wat. Explosieven doorkomen. Maar wel een hele volle en een vaste beet. Hier wat correcter lossen. En zeker ook optimaal en drumvol in de bewakingsfase blijven. Transport, het afmelden, je moet de hond even doorzitten. Is een goede oefening. De aanval van de hond vanuit beweging. Nou, de hond laat zich goed omheen nemen. De hond komt is rustig in de basispositie. Komt prima door. Met papier, een volle en ook een vaste beet. Lossen. De verdediging van ons vanuit de bewakingsfase. Heb je weer lekker geworden? Hier gaan we ons verbinden direct aan de volgende en de vaste week. Moest hier geweldig uit om de volgende en de volgende week. Hier mag je ook nog heen hoor. Kom maar hierheen.